Yo gasten van KRS Gameplay, vandaag spelen we dus FIFA Mobile 22. En ja, de game is vandaag eigenlijk gewoon uitgekomen. Nee, eigenlijk niet vandaag, een week geleden eigenlijk. Dus ja, ik ben beginnen met opnemen en we hebben dus Carles Puyol geclaimd. En ja, daar gaat deze video dus over. Dus ja, like, share, subscribe en al die shit. Tot de volgende keer en let's go. Spelen totaal nieuwe FIFA Mobile. Let's go. Dus hier is de introductie, geheel nieuw FIFA Mobile, zieke stadions, zieke graphics, zieke fans. De spelers zien er wat beter gerenderd uit. Authentieke spelers, zieke volley van Mbappé. Natuurlijk mooie graphics, mooie substitutie graphics om spelers uit te wisselen en erin te wisselen. Walkouts, skill moves, chest flick en dan een vlammend schot gepeerd in het doel. Let's go! Hyper Combo Fish. Bij het laden van het nieuwe spel, eigenlijk de nieuwe geüpdate versie van FIFA Mobile, FIFA Mobile 22, krijg je eigenlijk nu en later beloningen. Dat zijn 195 nu en later punten die ik verdiend heb door het nu en later evenement te spelen in FIFA Mobile 21. Dus we claimen die punten, claimen de packs en krijgen 3 elite spelers. Dus niet verkeerd op zich, niet verkeerd. Dit is mijn starter Steampie, dit is mijn embleem. Ik kies in het aftrap evenement, wat eigenlijk gewoon precies hetzelfde is als in de beta, voor het Spanje pakket. En in dat Spanje pakket krijgt niemand minder dan... Ja, wat zit erin? Holy shit. Adama Traoré en Juan Mata en Bellerin. Holy shit. Ik heb Adama. Adama Traoré. Wat een beest. Nederlands commentaar is ook 100% gedownload. Net als in de beta moet je in het gevorderde deel van het aftrap-evenement, namelijk een wedstrijd spelen tegen Chelsea om Timo Werner aan je club toe te voegen. Dus laten we dit doen. Adama, rebound, let's go. Juan Mata met de 2-0 tegen Chelsea. Eerste doelpunt, FIFA Mobile in het 22, let's go. Ja, nog een steekpaas op deze gast, deze Spaanse gast. Spanjaard. Finish it. Yes, let's go. Chavaria, Argentijn. Voor de 3-0 tegen Chelsea. We winnen tegen Chelsea en claimen Timo Werner. Laatste deel, aftrap evenement tegen Liverpool. Ja, Adama Traoré met het doelpunt. Met de hard celebration. Adama Traoré met een 96 pace. Get in. 1-0 winst tegen Liverpool. En dan open ik een 80 plus pakket. Als beloning en dan krijg ik niemand minder dan... Walkout? Een walkout? Wacht. Oké, een walkout. Dit is... Ja, fucking goulashie of niet? Fucking goulashie. Godverdomme. Net als in de beta ontgrendel ik hier de winkel en de sterpas. Om vervolgens door te stommen naar het Icon Reizen evenement. Waar je dus ziet dat je 99 rated Fernando Torres. Ofwel een spitsversie van Torres. Ofwel een valse spitsversie van Torres kan claimen. Volgens mij heeft de valse spitsversie van Torres betere totale in-game stats. Maar de spitsversie heeft betere shooting. Dus je kunt van één van de twee kiezen. Als je dus al die doelstellingen voltooit door de game door een lange tijd heen te spelen en al die fucking objectives voor hem te completen natuurlijk. De tegenstelling van Rijkaard van vorig jaar is de makkelijk haalbare icon van dit jaar. Carles Puyol. Dus in deze video wou ik hem eigenlijk gaan claimen. Dus laten we hier aan beginnen, mensen. Oké, waar wachten we op? Op een beat, natuurlijk. Goeie achtergrondmuziek in 3, 2, 1... Dus het begon allemaal met een 2 tegen 1 passingstreel. Naar Pulisic. Pulisic, prachtig afgemaakt. Christian Pulisic. Finesse op Pulisic en hij maakt het. Oh mijn god man, Pulisic, maar wat fucking hell. Pulisic is slecht. Yes, let's go. Oké, Pulisic, nice gedaan. En dan claimen we die skill boost. Volgende wedstrijd tegen Sevilla. Werner op een zieke sprint met sculptor, met sculptor, met sculptor. Finesse op, bang, zitten voor de 1-0. Simpele assist van Pulisic op Werner voor de 2-0. Dit is toch wel een zeer smexy longshot van Foden voor de 3-0. En dan weer de wedstrijd gewoon tegen Sevilla met 3-0. Wedstrijd tegen Real Betis. Danilo met de zweterige laag voorzet op Werner voor de 1-0. Werner met een laag gedreven schot voor de 2-0. Foden scoopt er een smexy finesse shot voor de 3-0. We scoren ook nog doelpunt 4, 5, 6 en uiteindelijk nog 7. En dan winnen we met 7-1. Ha, thuisoplossing, ja!
Wedstrijd tegen pizza, ik bedoel Italië. Steekpas Adama op Werner, vindt Werner voor de 1-0. Let's go. Bal naar Timo Werner met de zieke solo. Damn, met de son. Met de pace, met de pace, met de pace, met de dribbling. Met de dribbling, met de pace. Met het harde schot, vlijtend harde schot in de neerposthoek voor de 2-0. Lage zweterige voorzet Adama komt op de Braziliaanse doet die ook zijn doelpunt meepikt voor de 3-0. Vierde en vijfde doelpunt en dan weer die wedstrijd van feilloos tegen Italië met 5-0. Uiteindelijk behaalde ik zelfs level 5, niveau 5. En kreeg ik natuurlijk een niveau omhoog pakket en ontgrendelde ik de transfersmarkt. En in deze video wil ik eigenlijk gewoon uitleggen hoe de transfersmarkt werkt. Dus voor de mensen die het nog niet wisten, dit jaar hebben ze de hele transfersmarkt eigenlijk geüpdated naar een live transfersmarkt. Dus nu kun je geen spelers, je weet al, zeg maar nu kopen zoals vroeger. Nu moet je eigenlijk live bieden op een speler. En naarmate het aanbod en de vraag, wordt de prijs eigenlijk samen vastgesteld op de markt. Dus laten we het zo zien. Je probeert een speler te kopen die 75 credit is. Nou, waarschijnlijk is het aanbod van die speler eigenlijk heel, heel hoog, want snap je, een gouden speler, een 75 rated speler is niet zo zeldzaam. Maar het aanbod van die speler zal eigenlijk veel hoger liggen, omdat veel meer mensen hem hebben en daardoor zullen veel meer mensen hem verkopen, waardoor dus de prijs lager wordt, waardoor dus jij hem makkelijker kunt krijgen. Maar stel je voor, je hebt deze, Cristiano Ronaldo, oké? Okay? Veel mensen willen Ronaldo, veel mensen hebben ook de coins niet om Ronaldo te krijgen. Dus het aanbod voor Ronaldo zou echt heel laag zijn, waardoor dus de vraag hoger is dan het aanbod. En waardoor de prijs van Ronaldo eigenlijk veel te duur is en waardoor het waarschijnlijk heel lang gaat duren voordat je Ronaldo kunt krijgen. En zo is het, zeg maar, het dynamische systeem van de transfersmarkt eigenlijk opgebouwd. Zo kan ik het kortst eigenlijk uitleggen. Dus als een speler zeldzaam is, dan gaat het lang duren voordat je hem eigenlijk kunt krijgen. Maar als de speler heel vaak gemist wordt en eigenlijk totaal niet zeldzaam is, dan gaat het echt heel makkelijk zijn om hem te krijgen. Dus dat is eigenlijk mijn korte samenvatting van wat de markt ongeveer is. Je hebt al voor dummies. Volgende wedstrijd tegen Athletic Club de Bilbao. Razendsnelle sprint van Adama Traoré met de lage voorzet op Hector Bellerin voor de 1-3. Werner met de balcontrole en uiteindelijk ook het schot voor de 2-3. Dan maakt Pulisic hier met een fameuze dribbel 3-3 gelijk. Pulisic met de balaanname, Pulisic met een ongelooflijke lekkere smexy finesse shot in de rechterbalhoek. Hou je bek dicht voor de 4-3. Wordt het hier 6-3. En dan krijg ik hier een penalty tegen door mijn keeper. En dan wordt het 6-4. En dan komt Werner hier een lesje leren met de 7-4. 7-4 winst tegen Athletic Bilbao. Volgende wedstrijd tegen niemand minder dan FC Barcelona. We komen hier op gelijke hoogte door een finesse shot van Timo Werner. Timo Werner komt terug. En hij haalt hard uit voor de 2-1. Daarna komt hier een steekpas van Foden. Holy damn. Holy shit. Wat een finesse shot van Timo Werner. Voor de 3-1. Hou je bek dicht. Oké. En dan komt hier de 4-1 door een finesse shot van Foden. En dan win je uiteindelijk de wedstrijd met 6-1. Let's go. Wedstrijd tegen tweede rangs Nederland. Ik bedoel België. Kom hier in de wedstrijd tegen België. Krijgen we een rebound en een mooi doelpunt van Heuberg voor de 1-0. Foden, hoge steekpas op Timootje Werner met het prachtige kopballetje voor de 2-1. Werner wordt vermoord en Matta verzilvert de penalty voor de 3-1. En dan komt Timootje Werner, nou ja, Timo Werner, zieke chip de keeper voor de 4-1. Foden met de 5-1 en dan weer gewoon die wedstrijd met 5-1 tegen België. Wedstrijd tegen de Oekraïners. Yadi yadi yada, bla bla bla, nobody gives a shit. En je wint gewoon met 8-2, let's go! Wedstrijd tegen Levante. Een lesje in 1-0-1 editing en we winnen die wedstrijd gewoon met 4-0. Hierna kocht ik Tadic omdat ik dacht zo van, hey, hij is de hoogst rated eredivisie-speler. En trouwens, fuck it, ik heb kort. Mijn Adama Traoré had 100 pace, oh mijn god man. 85 rated team, let's go! Ik had 4 Spaanse spelers nodig om de wedstrijd tegen Zweden
proberen te spelen. En ik had er één gekocht voor de markt. Dus ja, let's go. Adama Traoré op een zieke dribbel met een roulette. En dan doet hij nog een dubbele roulette daarbij. En dan doet hij nog een smexy finesse shot in de rechte onderhoek. Tadic alleen op het doel af. En hij doet een laaggedreven schot voor de 2-1. Werner snoept hier de bal af van Lindelöf. En Werner gaat alleen op het doel af en maakt het feilloos af. Random voorzet uit een vrije trap. Aids en Isaac met een doelpunt. Maar dan gaat Timo Werner op zijn zieke dribbel. Het scoopt hem. Het scoopt hem. Met wat? Met een heel-to-heel met de scoopturn. Oh mijn god. Krijgt de bal terug. Bang. Klaar. 4-2. 4-2 winst. Heuse kocht Sergio Asenjo, de keeper van Spanje, om eigenlijk 5 Spaanse spelers te hebben om tegen dit Duitse team te mogen spelen. Dus let's go. Whatever, we winnen de wedstrijd met 7-1. Haha, Duitsland 7-1. Claimen 400.000 coins. En dan had ik nu nog maar 3 Spaanse elite spelers nodig voor Carles Puyol. Maar voor we dat gingen doen, gingen we naar het doelen-evenement. Of ja, het nieuw begin-evenement. En gingen we die doelenpakketten openen met doelpunten die ik gespaard had ofzo. Dat zijn letterlijk gewoon punten. En je moet gewoon, je weet al net, een schietkraamachtig shit. En dan krijg je gewoon 84 graden Timber. Heel nice. Timber lijkt me trouwens echt een beast van een centerback om mee te starten. Ik bedoel, kijk naar die pace. Kijk naar die verdedigende stats. Holy damn, hij is goed. Dus in het dagelijkse loginpakket wist ik mezelf Alaba gratis te krijgen. Dus dat is wel mooi meegenomen. Dus hier was ik eigenlijk klaar met het voltooien van Mobiele Meester 2. Je weet al, die doelstelling aan het begin van de game. En toen kreeg ik gewoon een elite speler. En die elite speler was toevallig een Spanjaard, Dani Olmo. Dus nu had ik al 2 van de 3 benodigde Spanjaarden om Carles Puyol te claimen. Dus na het verkopen van een paar elite spelers die ik toch niet zou gebruiken, hadden we voldoende coins gespaard om Juan Jordan te kopen. En dat is natuurlijk een Spanjaard die ik kan gebruiken om Carles Puyol te claimen. Holy hell, mensen. Dus ja, ik heb dus 380 reden Spaanse spelers uit de game gegrind. Ik had er eentje gepakt, dat was Dani Olmo. En ik heb er 2 gekocht voor 2 miljoen coins. Dus ja, we gaan deze spelers inleveren om onze eerste icon van dit seizoen FIFA Mobile te ontgrendelen. Dus let's go, motherfuckers. Oké, okay, let's. Holy shit, wat een animatie. Holy hell. Holy hell. We hebben gewoon Carles Puyol. Wat een legend. Wat een icon. Wat een icon om toe te voegen aan ons team. Let's go. Holy hell. En hier krijg ik nog een 2 elite spelers. Omdat ik Mobiele Meester 3 heb voltooid blijkbaar. Dus ja. Wat zit hierin? Elite spelers, wat kan het zijn? Holy shit! Oh, wat? Walkout? Walkout? Oh, je bek dicht. Oh, het is Milinkovic Savic. Holy hell, wat een zieke speler. Holy shit. 85 reden Milinkovic Savic. Helemaal niets mis mee. Ja, ja, wat een goede pack. En we krijgen ook Henrik Mkhitaryan. Heel interessant, heel interessant. Vervolgens spaarde ik dus 3,6 miljoen coins. En toen dacht ik zo van, hey, wereldklasse spits. Sterk, snel, redelijk dribbelen. Goed schot, goed keihard schot. Wie zou dat kunnen? Hey, is het Haaland. Het is niemand anders dan jouw boy. Erling Braut Haaland. 94 reden Haaland met skill boosten. 92 pace en 79 schoting. Oh, fuck. Gratis dagelijkse aanmelding. Trent Alexander Arnold mag er ook bij. Let's go. Oké, nu ga ik naar de winkel en ik ga iets heel bizars doen. Ik gebruik 500 edelstenen om een skill move te kopen. Nu zou je kunnen denken, hey, what the fuck, je koopt de passeerbeweging, je koopt een fucking skill move voor 500 edelstenen. Is dat niet geldverspilling? En nu moet ik zeggen, nee, jij bent de domme hier, want de passeerbeweging is eigenlijk gewoon de La Croqueta. En als je iets van de La Croqueta weet, is dat hij in deze game echt fucking overpowered fight, is. Fight! Je kunt deze passeerbeweging eigenlijk gewoon spammen en dan kun je gewoon in de gameplay zieke skill combinaties en al die shit doen. Dus daarom koop ik hem eigenlijk. Dus op het einde van de rit heb ik dus een 91 reden team met 48 chemistry. Natuurlijk een paar zieke elite spelers. Daro, Adama Traoré met 100 pace. Haaland met zieke schietstats. En Carles Puyol natuurlijk de icon. Dus
Ja, ik zit nu ook in Versus Aanval, de profdivisie van Versus Aanval, prof 1 denk ik. En in 1 tegen 1 zit ik in prof 2. Dus ja, hoe dan ook. Bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. En like, share, subscribe en peace!